naast koningin Maxima is er natuurlijk nog een andere queen waar iedereen het vandaag over heeft. Vanavond staat Glennis Grace in de finale van America's Got Talent. Glennis Grace! Eindelijk is het zover. Onze eigen Glenda Batta gaat vannacht alles geven in de finale van America's Got Talent. Ik ben geen moment bang geweest dat ik niet naar de finale zou gaan. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik had gewoon zo'n voorgevoel van ja, come on, weet je. Look at her, she should be able to win, you'll be fine, baby. She's beautiful, she looks like J-Lo. She looks like J-Lo. Yeah. Oh yeah, she's got awesome tattoos, great smile. So you will vote for her? Oh yeah. Doen wat ik altijd doe. Gewoon zingen vanuit mijn tenen. Gewoon dat is, weet je, dat is mijn talent en dat is waarom ik hier ook sta. Zingen alsof je leven ervan afhangt. Documentairemaker Nada Van Nie volgt de polderdiva in de aanloop naar de finale. Ik ben vorig jaar juni begonnen en eigenlijk haar hele loopbaan en ook gewoon haar leven en waar ze uit de Jordaan, waar ze vandaan komt. En ineens was er America's Got Talent daar. Ongelooflijk. Wat is nou een moment dat je denkt, oh, dit was echt bijzonder dat we dit hadden? Wat ik heel fijn vind is dat ik Glennis geportretteerd heb als een kwetsbaar iemand. En dat vond ik fijn, want ze is heel stoer en ze is altijd van, weet je wel, ze is taf. Maar ze heeft een heel klein hartje. En het grappige is, we zijn hier in het hotel. Hier zitten ook al de andere 10 of 9 finalisten. Die lopen dan gewoon langs Glennis en dan praten ze even met elkaar. Hoe vind jij dat? Nee, dat is juist goed, want volgens mij krijg je ook wel een band met elkaar. Weet je, als je zo met elkaar, je bent wel concurrent, maar ja, weet je, je gunt elkaar ook wel een goed optreden, lijkt mij. En je moet ook zelfverzekerd zijn. Je moet ook niet nadenken, die is beter of die is beter. Uitgaan van je eigen kracht. En of het Glennis lukt om Amerika volledig in te pakken en met $1 miljoen in haar rolkoffer weer op Schiphol te landen. Wat zei onze Jordaanese schone daar zelf ook alweer over? Met dat geld wil ik gewoon echt investeren in mijn business en in mijn zangcarrière natuurlijk. En voor nu is het voor mij alleen maar heel belangrijk dat ik en Nederland op de kaart zet en mezelf daar in het buitenland. Ja. Stem is goed, theetje, honing, relaxed, vroeg naar bed. Ja. En welk lied wordt het? Nee, dat weet ik echt niet. Ziet alles. Ja, ik zie alles, maar ik ga dat echt niet zeggen. Maar je weet het wel? Ik weet het wel. Ja, we gaan zo schakelen met L.A. Daar staat Aron Baden. Maar Ronald, blijf jij er voor op vannacht? Zeker. Ja, nou, ik ga mijn bed weer uit. Ja? Ik ga voorslapen. Ja, even een disco slaap. Waar kunnen we het zien dan? Want via allerlei dingen die je moet installeren op je computer. En dan kan je ineens, VPN-verbinding dan gaat er ineens iets open. Ja, maakt ze een kans? Ja, ik denk dat zij gewoon daadwerkelijk gaat winnen. En dat kan ik ook wel redelijk onderbouwen. Mm-hmm. Ten eerste is ze van de vocalisten die meedoet by far de beste. Punt. De anderen hebben een goed verhaal. Een jong meisje. De andere zorgt voor 58 pleegkinderen. Verhaal is ook belangrijk. Verhaal is heel belangrijk, maar op het moment dat er wordt gevraagd om je stem, hangt wel die performance even in de lucht. En dan is Glennis letterlijk gewoon de beste. We hebben net de Voice gehad, daar heeft ook de beste vocalist uiteindelijk de meeste stemmen gekregen. Dus daar hoop ik op. Is het ook een voordeel dat ze al een carrière hier in Nederland heeft? Ja. Of juist een nadeel? Nee, dat is een voordeel. Kijk, je maakt haar gewoon bijna niet meer gek. En wat je net zag, zo loopt zij ook, ik kom maar wel eens tegen natuurlijk op shows, dan loopt ze ook al append gewoon een beetje naar het podium en dan is het, dames en heren, Glennis Grace, telefoon achter. En dan zingt ze gewoon even zo goed als dat Glennis kan zingen. Mocht ze nou winnen? Heeft ze dan meteen een carrière, een grote carrière in Amerika? Nee, zeker niet. Maar dan heb je wel een waanzinnige boost. Dan ben je dus wel echt uit de startblokken. En dat is wel even iets anders dan dat je belt, hi, ik ben Glennis van Nederland. Of ik ben Glennis van Nederland. En ik heb ook nog even America's Got Talent gewonnen. Dan gaan er toch mensen mee beginnen, anders hoor. Luisteren. Ja, zou kunnen, ja. We schakelen over naar Hollywood, Los Angeles. Daar is onze verslaggever Aron Baden. Hoi Aron, heb jij Glennis nog gesproken? Ja, good evening Amsterdam, hier are the folks van Amerika. Zo voelt het een beetje, het Songfestival hier. We zitten hier in een studio. Achter zit Glennis in het Dolby Theater. Ja, eigenlijk te wachten. Ze heeft gerepeteerd. Vanavond gaat het gebeuren, de finale van America's Got Talent. 13 miljoen kijkers wordt verwacht. En we hebben haar gisteren nog even gesproken. Gisteren in het hotel. Ja, ze is wel nerveus hoor, want nu ziet ze de Nederlandse pers is er. Het moet nu gaan gebeuren voor haar. Ronald zegt net, ze gaat winnen. Nou, dat is wel echt lastig, want we hebben Courtney ook even gesproken. 13-jarige meisje heeft meegedaan aan
aan The Voice. En die heeft zo'n vertederend verhaal en een lieve stem. En we hebben ook Michael Ketterer gesproken van die adoptiekinderen. Die werkt ook nog eens in de zorg. Dat verhaal heeft NBC ook helemaal uitgemolken. Dus de Amerikanen houden daarvan, die smullen daarvan. Maar Glennis heeft die stem. En als ze die vanavond openzet en het gaat gebeuren, ja, dan kan ze wel eens gaan winnen. Dat is heel spannend. Gisteren zijn ze nog even naar Universal geweest met elkaar, met alle finalisten. Dat was heel gezellig, zei ze. Glennis heeft daar even wat beelden van gemaakt op haar Instagram. Maar wat Nada net ook zei, wat gaat ze zingen? Dat weten we echt niet. De miljoenennota lekt uit, maar dat nummer niet. Ze heeft zelf op haar Instagram iets gezongen van Bruno Mars, Versace on the Floor. Laten we even luisteren, dat zou het misschien wel kunnen worden. Take it out for me, for me, for me, for me now, boy. Versace on the floor. Ja, mooi. Aram, er was hier wat gedoe sinds zondagavond, omdat Arjen Lubach in zijn programma een filmpje had laten zien waarvan hij hoopte dat het viral zou gaan, waarin hij liet zien dat Glennis al een hele grote carrière eigenlijk heeft en dat het niet zo bijzonder is. Hebben we even een stukje van wat we kunnen laten zien. Selling out concert halls and theaters every day. Life was tough. And then, suddenly, the tables turned. What's your name? My name is Glennis Grace. Ja, het was een beetje flauw misschien, hè? Het leek erop alsof hij het succes probeerde te ondermijnen. Maar is dat filmpje ook doorgedrongen tot Amerika? Nou, wij waren gisteren op de Walk of Fame, hebben even wat mensen gesproken. Die mensen hebben dat liedje niet gezien, maar Glennis kende ze dan ook weer niet. Dat is heel lastig in Los Angeles, er zijn veel toeristen. Maar de Amerikanen zijn zo van, als je het hier maakt, dan ben je een ster. En wat je in andere landen hebt gedaan, ja, dat maakt voor de Amerikanen niet uit. Als je het hier straks flikt en je wint die finale, ja, dan gaan de deuren hier voor je open. En dan ben je gewoon een ster en wat je in Europa hebt gedaan, maakt dan niet uit. Vanavond zitten wij in de zaal als Boulevard. We gaan kijken hoe onze Glennis het gaat doen. En dan morgen is pas die uitslag, dus het wordt voor Glennis ook heel spannend. We spreken haar na afloop van die show. En dat zie je morgen weer in Boulevard. Oké, dankjewel Aaron. Veel plezier daar.